Wij zijn vandaag te gast in Heusden bij mevrouw Rietje Kiewiets-Verheij. De aanleiding is eigenlijk, mevrouw Kiewiets is inmiddels 90 jaar, dus ze hoort tot de sterkste onder ons. En we gaan eens even kijken hoe dat het leven van Rietje, ik mag Rietje zeggen, hebben we net afgesproken, ja? Hoe dat het leven van mevrouw Rietje Verheij, Rietje Kiewiets Verheij, zo een beetje is verlopen. Dus Rietje, ben jij in Heusden geboren? Ja, aan de Uilenboompjes. Ja. Ja, dat heette zo. Ja. 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 En ja. Vlak bij de molen. Vlak bij de molen. Ja. En u had broers en zussen? En ik heb twee broers, Leen en Peet. Ja, en die zijn nog onder nee, ons? Nee, nee. Nee, ik ben nog alleen over. Alleen over? Van het gezin, ja. Ja, ja. En uw zussen? Heeft u ook zussen? Nee, ik heb geen zussen gehad. Ik had alleen twee broertjes gehad. Alleen twee broertjes. Ja, ja, ja. En toen bent u als kindje hier in Heusden naar school gegaan? Ja, naar school gegaan. Ja. Ja. En wij kwamen veel bij ons opa, want die woonde in de Gouden Leeuw. Oh. En dan was er wel eens dansles en zulke soort dingen. En toen was ik een jaar of 16. En dan mochten daar eens lekker eventjes mee komen dansen en zo. Oh, en chance. Dansen en chance. Nee, 16 jaar chance, dat was toen niet. Oh, daar was er nog niet bij. Nee. Met 16 jaar werd er nog niet gechanced. Nee, dat denk ik niet. Maar goed, u ging daar ook mee dansen? Ja, ja, ja. En toen zijn we naar, ja, wij zijn daar, toen zijn we in even wachten hoor. Toen bent u daar bezig dansen en daarna ja, en heeft u daar ook uw man leren kennen, of niet? Nee. Nee. Toen zijn we naar de Drietom gegaan en daar hebben we verbrand op de geboorte van, ik denk van koningin Juliana. Ik was een menske van de jaren 6. Ja. Dus, en toen is heel het huis afgebrand in de Drietom trompetterstraat. Ja, ja, en nou is het weer opgebouwd. Maar jullie hebben toen wel goed onderdak gekregen van mensen uit de straat, hè? Ja, van de schoenmaker, smits. Ja. Ja, daar konden we een kamer krijgen boven. En dan konden we zo heel de straten uitkijken. En toen hebben we een huis gehad. En toen zei mijn vader, nou, we zijn ook verschuldigd. Hij zei dat, gratis voor niks. Zo, ja. Zo, dat was wel heel erg. Ja, dat was heel erg. Ja, dat was wel een hele sociale man. Ja, ja, ja. Ja, zijn hele sociale. Ja, 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 ja. En de winkel van Smits is er nog steeds. Dat is er nog steeds, ja. Ja. Waar vroeger de schoenmaker was, dat is een winkel geworden. Ja. Tot op heden. Ja. Nou, helemaal geweldig. Ja. Maar toen later heeft u uw man leren kennen. Ja, ook hier in Heusden? Nee, op de Vlijmse kermis. Op de Vlijmse kermis. Ik had een vriendin uit Wijk en Hallenburg. Ja. En die kon volgens haar zelf niet zo makkelijk aan mijn vriendje komen. Ik zeg het wel samen, chansen op de kermis. Op de Vlijmse kermis. Dus we waren Jos met zijn vrienden al een paar keer tegengekomen. Ik zeg, nou is het de derde keer, dan willen we eventjes ergens gaan zitten. Oh, kom maar mee. Nou, ze was natuurlijk heel verliefd, maar ik vond het ook wel niet. Toen zijn we gewoon uit elkaar gegaan en toen hebben we een afspraak maar gemaakt. En toen kwam Jos allemaal bij mij. En toen zei hij, dat was de bedoeling niet. Hij zei, ja, de mijne wel. Dus zo ben ik al mannen geworden. Ja, ja, ja. En toen naderhand, toch een hele tijd naderhand, toen had ik hem eens gezien en hij had echt iets weg van Josse. Echt? Dus wat? Oh, ja. Maar u bent later met u... Toen uw vriend bent u meegetrouwd, ja. Maar voor die tijd, u heeft ook nog altijd gewerkt en als ik het goed begrepen heb, in klein lederwaren. In kleine lederwaren, ja. Maar toen ik getrouwd was, toen deed ik thuis leren. Oh werken, ja. Ja, maar van tevoren, was dat voor uzelf of werkte u voor een bedrijf of voor een winkel? Of ja, de Nieuwkoop, die werkte voor Nieuwkoop? Ja, die maakte portemonnees en hij was ook... En dat was hier in Heusden? Ja, hier in de Heusden, vlak voor de herfst begint. Oh, ja. Ja, 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 dus in Heusden. Dus u hoefde niet altijd, zo ver? Nee, daar hoef u niet. U kon gewoon te voet naar uw werk? Ja, toen ik werkte, ja. En dan maakte u portemonneetjes? Hij had ook een klant van de KLM, toen moesten ze ook een dikkels... Ja. Maar wat ze daar wel mee deden, iemand portemonneetjes. Maar dat heeft hij wel heel lang gedaan, hè? Ja, heel lang. Ja. Ik was
2 jaar ouder als Jos, dus ik heb tot op mijn 67ste gewerkt. Echt waar? Ja. En altijd in die leden waren? Ja, maar ook mijn gezin ging voor. Hè. Ja. Maar het is altijd in dezelfde gebleven, in die leden waren. Altijd in de leden. Tot u 67ste mee bezig geweest. Ja. Maar ondertussen bent u getrouwd. Weet u nog in welk jaar dat u bent getrouwd? 57. In 57, want u bent ook nog 50 jaar getrouwd geweest, heb ik begrepen? Ja, maar daar komen we straks nog even en op terug. En 60 ook. En 60 ook nog, och jee. Zeg maar, u heeft kinderen gekregen? Ja. Ja, hoeveel kinderen? 5 kinderen. 5 kinderen? 3 jongens en 2 meisjes. En 3 leven nog. Ja. En daar heb ik heel veel plezier van, nou ook zo alleen ik zit. Ja. Ze komen regelmatig. Want er hangt hier aan de muur hier een fantastisch familieportret. Ja. Ik kan niet vertellen hoeveel mensen dat er wel niet opstaan, maar heel veel. 38. Hoeveel zegt u? 38. 38? Ja. Jee. 10 achterkleinkinderen. Ja, ongelooflijk. Ja. En uw kinderen, want u had 2 zoons, 3 dochters, of net andersom? En 2 dochters en 3 zoons. 2 dochters en 3 zoons. En die zijn hier allemaal in Heusen opgegroeid. Ja. En die zijn buiten Heusen gaan studeren of werken. Ja, of? Ja. En buiten was altijd in Waalwijk hier. Ja. Want ik heb ook begrepen dat zowel uw kinderen als uw man nogal creatief waren op diverse gebieden, bijvoorbeeld schilderen. Ja, maar mijn vader. We hebben het nou over mijn vader. Nee, over uw man. Oh, over mijn man. Ja. Wij hebben altijd in de lederwagen gezeten. Ja. Maar die als hobby had hij ook schilderen? Ja. Schilderijen schilderen? Mijn zoon heet die. Uw zoon schilderde? Ja, die heet hier. Ja. Ja. En die heeft hier die mooie schilderijen gemaakt? En die is met de verhuizingen meegegaan steeds. Ja? U bent vaak verhuisd? Nee, niet vaak. Maar we zijn verhuisd in 63. Ja. En toen... zijn we, ik weet niet precies wat, maar toen we het ouder werden. Ja. En Jos die kon niet meer trap lopen, toen zijn we hier in Heusen gekomen. Ja. Nee, in Amuthuizen gekomen, met een ander huis. Ja. En hier ben ik gekomen, 28 november, 2 jaar geleden. Ja, want in Oud-Heusen is dus... een boek uitgegeven, Een dorp in beweging van Hans van de Ede. Daar staat u in en ze noemen u daar Jonkvrouwe Rietje. Ja, ik snap die wel. In Oud-Heusen. Want u was inmiddels al meer dan 50 jaar getrouwd toen deze foto is gemaakt? Jawel, of 60 jaar. In de Julianastraat is die. In de Julianastraat. Ja. En u was Jonkvrouwe Rietje. Ja. Nou, wat een eretitel. Ja, ik weet niet wat ik gedaan had. Maar u bent, maar uw man, die was toch ook creatief? Ja, die deed portemonnees maken, ja. Oh, die deed portemonnees maken, ja. En in zijn vrije tijd? Ja, televisie kijken en veel op vakantie gaan. Dus u bent veel op vakantie geweest? Ja, met de kinderen en dan zaten we in de file. Ja. En dan zeiden ze, papa, stoppen. En dan gingen we lekker ergens zitten, in een grasveldje of en als dat weer weg was, dan gingen we weer verder. Naast de rijweg gingen we in het gras zitten, een beetje picknicken misschien. Ja, daar heb ik nog zo'n mooie foto spelen van. Met de kinderen, ja. En bleef u alleen in Nederland of ging u ook Europa in? Nee, buitenland, ja. Buitenland in? Ja, hij heeft een hoop geschreven op een briefkaart in 8 verschillende landen. Zijn vakantie. Ja. En dat doen de kinderen nou nog met haar kinderen. En met haar kleinkinderen. Maar goed, u was heel lang getrouwd, eerst 50 jaar. En heeft u gevierd, heb ik begrepen? Dat denk ik wel, ja. Ja, en toen 60 jaar, 60 jaar. Ook gevierd? Ja, ook gevierd, ja. En toen werd u 90, want ondertussen was uw man was er niet meer, hè? Ja, mijn man, dat is jammer dat hij Ja, dat is zeker jammer. Ja, ja. Want hoe lang is het geleden dat uw man er niet meer was? Die is nou denk ik 4 jaar dood. 4 jaar dood, En ik zit 2 jaar hier. Ja, en u zit 2 jaar hier op het appartement? Ja. Heel erg mooi, dat moet ik zeggen. Ja, ik heb het heel erg naar mijn zin. Ik had nooit gedacht. Ja, het is geweldig. Ik mag ook, want het is het
Dit is een aanleunwoning van het grote... Van het zorgcentrum. Van het zorgcentrum. En dan mogen wij, die hier allemaal wonen, ook spelletjes mee komen. Oh, gebruik maken van de faciliteiten die ze daar hebben. Ja, en dat is ja, heel en daar maak je gebruik van. Ja, iedere maandag, woensdag en vrijdag doen we ook jokeren. Dat hebben we met de kinderen vroeger al zo kaarten. Ja. En eten? Eten doet u dat daar ook of thuis? Dat doe ik om en om met de kinderen. En ik wil ook hetzelfde, want ik ben gek op haché. Dat is een beetje uit de mode tegenwoordig. Nou. Ja? Misschien dat het nou een andere naam heeft, maar haché blijft haché. Ja, dat is waar. Ja. En, maar u eet, nooit, u eet niet in het zorgcentrum? Nee, nog u niet. Eet gewoon thuis? Maar als ik telk dat allemaal niet meer kan, dan ga ik daar naartoe. Dan moet ik nog één keer verhuizen. Oh, toch nog. Want ik blijf Nou, ik hoop dat er nog last kan. Ja. Eens even kijken, want ik wou toch even nog terug naar die, het feest van uw 90 jaar. Want daar had u toch een verhaaltje bij, want u was daar niet alleen op de feest, hè? Nee, natuurlijk niet. Wij hadden hier de Soos afgehuurd. Ja. En die is heel groot, want dat past dan er goed op. En Jos die had een neef of ik weet niet, een familielid, nog een kievit. En die is gekomen met zijn frietkraam. En die is daar gaan staan buiten. Ja. En de kinderen en zo konden allemaal bestellen. Ik kon het binnen op gaan eten. Ja, maar de kindjes zaten er allemaal op stukjes. Waar ze op konden zitten. Ja, en dan hebben we het zo gevierd. Maar had ik dat ook goed begrepen dat u het ook heeft gevierd met een nog meerdere 90-jarigen? Nee, ik was alleen. U was alleen. Ja. 2 jaar alleen. Een groot feest geweest natuurlijk. Ik zeg een groot feest geweest met al die mensen die daar op die foto staan. Ja. En waren ze ook allemaal? Ja, maar daarom hebben we het nog ook niet op de goede datum gedaan. Nee. Want ik heb het naar de rand, een paar dagen naar de rand, hebben we het pas gevierd zo. Dat ik echt jarig was. Ja. Maar verder zijn het allemaal, ja. Maar u bent toen goed in de bloemetjes gezet. Ja, maar wij hadden geluk dat het... warm was, dus de mensen bleven veel buiten, dus wij konden in de tuin helemaal met stoeltjes en op het lest zitten ze nou, ze zijn allemaal nat, nee maar niet op, niet open. Ik was de enige een droge die erbij was droog gebleven. Ze hadden u gespaard, zo gezegd. Ja. Dus de kinderen waren met een waterpistooltje bezig geweest. Ja, ze konden allemaal bestellen. Ja. Geef mij maar een frietje met een frikadelletjes en zo. Ja, leuk is dat toch, hè? Ja, dat was heel leuk. Dus jullie hebben genoten met de hele familie. Ja. Nou, voor u te hopen dat u het nog vaak kunt vieren, hè? Ik ben nog niet van plan om te maken. Ik heb het heel goed naar mijn zin. Zeg maar, in uw vroegere leven zijn er toen nog, buiten dat u altijd heeft gewerkt, hè, aan een klein Lederwaaier, zijn er ook nog andere hobby's geweest of zo, wat u fijn vond om te doen? Ik heb altijd alles genaaid en zo, maar ik weet niet of dat nou echt een hobby was. Dat weet ik ook niet. Dat deden ze vroeger veel. Hè. Voor de kinderen, de kleren. Voor de kinderen. De kleren maken, die en heeft veel gedaan. Ja, maar dat vond u misschien ook wel leuk. Ja, natuurlijk. Ja. En uw kinderen vonden het misschien ook wel leuk om aan te doen. Hoezo aan te doen? Nou, wat u maakte, dat ze dat leuk vonden om aan te doen, in plaats van kleren uit de winkel, want dat zal ook wel eens gebeurd zijn, hè? Ja, dat was heel gewoon hier. Maar ik wilde een rode rugsken en ik een blauwe broekske. Ja. En met uw kinderen en met uw kleinkinderen gaat het nog allemaal goed, allemaal goed. Ze zijn allemaal gezond en ze komen werken. Ja. Want uw oudste kind, hoe oud is die nu? Joop, die is 65 geweest. 65 Volgende week zaterdag is Anja jarig, zijn vrouw jarig. En dan gaan we daar naartoe en dan... dan gaat u het vieren. Dan gaan we het vieren, ja. En hier met het zorgcentrum, er zijn natuurlijk een heleboel mensen die u kent. Ja, dat is leuk. Heeft u ook leuk contact mee, begrijp ik? Ja hoor, ze doen heerlijk. Iedereen praat met iedereen. En, we drinken koffie mee, 's morgens van 10 tot 11. En ook af en toe een borreltje, of toch niet? Ja, we hebben een uur... Borreluurtje. Oh, een borreluurtje. Borreluurtje. Zo op vrijdag of zo? Ja. Op vrijdag een borreluurtje. Ja, en ik ben niet van drinken.
En dan zeg ik zo'n klein beetje gek, hoe heet dat? Dat spul, dat gele spul. Advocaat? Ja, zo'n klein beetje advocaat en zo. Oh jee, en dan lepelt u daar lekker uit. Lekker. Ja, dat is zeker lekker. Heerlijk. Ja. Zeg, en als u daar die 3 dagen bent in het zorgcentrum, jullie doen jokeren, begrijp ik? Jokeren 3 keer in de week. 3 keer in de week? Maandag, woensdag en vrijdag. De jokeren. En verder, we doen bingo en ja, wat doen ze? We doen allemaal leuke kleuren doen ze en ja. Ja, zo'n soort dingen. Leuk bezig zijn. Ja, en gezellig. En gimmen. En gimmen? Ja, zittend te gimmen, want ze zitten allemaal in een stoel. Nou, dat is ook leuk, hè? Ja. Met een bal natuurlijk. Hoe heet zoiets? Weet jij, Dick, hoe dat zoiets heet? Gimmen op een stoel? Nee. Zullen we het noemen zitgim of zoiets? Zitgim. Maar dat is heel leuk. Maar u komt de week goed door, begrijp ik wel. Goed, heel goed. Want de kinderen moeten even kijken. Oh, ze is niet thuis. Dan gaan we daar. Oh, god, een hele agenda houdt u bij. Ja, die hebben zo'n dingesknet. Want ook, ik ga naar mama toe. Dan weten ze dat er iemand is. Daar houden ze allemaal wel bij. En u bent zelf nog behoorlijk mobiel? Ja, u kan goed lopen? Best. Ja, maar ik zit graag nou op. Ik ben vorige week een keer gevallen. Oh jee. Op de grond. Oh. Ja, maar ik liep toch al met de kark. Daar voelde ik met de rollator. Met de rollator. Daar voelde ik mijn eigen veilig mee. Ja, en dan kan u nog eens op gaan zitten. En dan kan er nog. Of een boodschapje erin leggen. Ja. En ik kan hier ook mooie afstanden. Want als je hier naar Herp gaat. En dan is het hier is Heuze en daar is Herp. En die hebben mooie gladde paden om te lopen. En dan ga ik naar de knap kerk of dan wandel ik weer terug. Want hier in Heus moet u niet gaan wandelen op al die steentjes, hè? Dan bibbert zo. Ik had hier heerlijk dikke dingen. Maar ik loop toch wel graag door. Want u gaat dagelijks wel een stukje wandelen? Ja, ik moet in beweging blijven. Maar mijn man heeft er hier de laatste jaren niet actief geweest. Wel in thuis lopen, maar verder niet. Nee. En dat wil ik niet. Ik wil een beetje erbij blijven. Ja, zeker, zeker. Maar als ik goed begrijp, u kan tot op heden terugkijken op een heel mooi leven. Prachtig leven heb ik gehad. En ook met de kinderen. En nu nog, maar... Nou nog. Ja. Maar samen met uw man en met uw kinderen en uw kleinkinderen en achterkleinkinderen heeft u een fantastisch leven achter de rug. Ja hoor, dat En daar geniet u nu nog volop van, begrijp ik. Ja. Hoe mooi kan het leven zijn, hè? Ja, zeker, ja. Ja, ook, maar u vertelde al, toen jullie afgebrand zijn, dat zal niet altijd leuk zijn geweest toen. Ja, ik was nog maar 6 jaar. Ja, dus. Maar ook toen uw man ziek is geworden, dat zijn natuurlijk toch de moeilijke momenten. Dat maakt iedereen mee, als je zo oud wordt. Ja, en als je dan zo terug kunt kijken, dan denk ik dat u terug kunt kijken op een heel mooi leven. Ik zit nog dikwijls daar, in dat stoeltje zit ik, staat de televisie aan en dan ga ik die albums, ik heb een hoop albums allemaal nog. Dat was vroeger, hè? Ja. Ja, en dan komen die herinneringen wel een beetje terug. Dat vind ik altijd wel leuk. Maar dat is juist het leuke, hè? Van foto's kijken, hè? Nou, mevrouw, Rietje. Nou, ik wens u nog een heel fijn leven toe. En als ik 100 ben, zal ik het toe laten worden. Ja, heel graag, heel graag. En dan wil ik u bedanken voor de gastvrijheid. Ja. Nou, Dick gaat er een mooi filmpje van maken. En dan kan u daar terugkijken op Heuzen in beeld.